Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto veel wolken boven Nederland, maar er zijn ook opklaringen. Die zien we vanochtend voorbij trekken met af en toe de zon erbij. Maar er zijn ook buien, voornamelijk in het zuiden en westen van het land. In het oosten blijft het nog droog en kan de temperatuur nog rap oplopen naar zo'n 27 graden. En vanmiddag kan het daar nog tropisch worden met 30 graden voordat de buien daar komen. En verder vanmiddag ook in het oosten een paar stevige regen- en onweersbuien. In het westen blijft het droger en wordt het 23 graden. Vanavond koelt het uiteindelijk af naar zo'n 20, 21 graden en in het oosten en midden komen nog een paar buien voor. En morgen is het nog wisselend bewolkt met af en toe de zon erbij, maar ook nog geregeld een paar buien. En het is minder warm dan vandaag, het wordt zo'n 22 tot 26 graden en de wind is vanuit het zuiden tot westen. De dagen daarna blijft het licht wisselvallig zomerweer. Dinsdag en woensdag zijn overwegend droge dagen, alleen landinwaarts is kans op een bui, het wordt 25 tot 27 graden. Donderdag wordt de kans op een bui weer groter, maar ook dan is het nog zomers warm met 27 tot 28 graden. Dit is Diana Woei van Weerplaza.nl.